Welkom bij de Orde van de Lotus, Jean Genie. Nou, dit zal dan ook wel aan de snapshot liggen, dat mijn complete pak is verdwenen. Jeetje, dat is toch raar? Dat is toch hartstikke raar? Nou ja, ik ben in ieder geval onderweg hier naartoe om eerst eventjes mijn kist te legen. Ik had nog 27 van die, maar ja, ik vind het ook wel lekker om wat extra te hebben. Dus, ik hou dit even zo. En dan hebben we hier nog van. En deze hebben we straks nodig. En deze hebben we natuurlijk straks nodig, want daar heb ik nu op dit moment nog zeker niet genoeg van. Dan hebben we nodig hout slabs. Even kijken, ik heb hier 2, ik heb hier 19. Dat is niet gewoon wat. Maar dat is niet zo heel erg veel, maar het is in ieder geval wat. En dan gaan we, want ik moet er 24 hebben. Yo, 24. Nou, dat zijn er maar 6. Dat is niet heel erg veel. Maar goed, ik kan natuurlijk altijd nog meer maken. En ik heb gewoon glas nodig, volgens mij. Dat heb ik hier ook niet in zitten. Even kijken hoor. 1, 2, 3. Dat doe ik maar even zo. 12. Dat maakt het wat makkelijker. Yo. God, dat stom. Soms ben je heel stom bezig. En dat zijn er in ieder geval 24. Maar ja, dat gaat dan ook weer door de helft natuurlijk. Delen door 3. Dus, nou, moet ik even kijken. Heb ik hier niet in gedaan. En het glas heb ik hier ook niet in gedaan. Want dit ga ik natuurlijk niet gebruiken. Als ik dat al kan gebruiken. Maar volgens mij had ik dat nog in de oven zitten. Ik heb hier in ieder geval 2. Dat is niet voldoende. En hier zit ook niet voldoende in. Dus ja, nou. Even kijken of er nog meer veranderingen zijn. Ook veranderingen in huis. Waar ik niet zo blij van word. Dit ziet er tenminste goed uit. Ja, en we gaan binnenkort dus ook weer verder met de inrichting van dingen die nog ingericht moeten worden. Hè? Dat mag duidelijk zijn. Het huis is nu rondom af. Nou is het nog een kwestie van de laatste kamertjes nog wat zinnigs geven. Lang niet elke slaapkamer is mooi. Mijn eigen slaapkamer is helemaal niet mooi. Dus, maar goed. Er is natuurlijk ook wel heel erg veel om te doen. Dan ga ik eerst maar eens even kijken of ik wat glas kan vinden. Heb ik dat hierin gestopt? Nee. Heb ik dat in de oven gestopt? Ja, daar is het. Nou, dat is grappig, hè? Maar goed, ik kan het hier natuurlijk net zo goed maken. Dus dan gaan we weer. Dan doen we eerst deze wel, want dat zijn de meeste. Dat zijn de 8. En dan komen die. En als het dan goed is, hoop ik dat ik het goed doe, komen die. Dus dat is deze terug. Nou, gaat los. Zo. Nu heb ik er 14. Dat is nog niet voldoende. Dan heb ik er 20. En dat is nog niet voldoende. Maar nu moet ik dit weer doen. Maar goed, ik moet er nog 4 hebben. Dus dat is op zich gewoon te doen. Ik doe er wel 12 van. Dat is veel makkelijker rekenen. Dus, en ja. Dan heb ik er 27. Dan heb ik altijd voldoende. Hè? Heb ik altijd voldoende. Dus nu moet ik nog, moest die toch al naar terug. Even kijken hoor, naar de netherjunk, want ik moet nog wat van die dingen hebben. Zo, ik neem die voor de zekerheid ook maar mee. Voor het geval dat ik weer te weinig heb. Ja, soms is het. Kijk, ik heb er 60. En dan hou ik er 4 over. Nou, want ik moet er natuurlijk wel wat hekwerk en dergelijke bij hebben. Ja. En daar gaan we. Nou, het is alweer donker. Getsy Derry. Alweer donker. Maar goed.
Voor het geval dat je het niet meer wist, want ik ben hier natuurlijk al een poosje niet meer geweest. Kijk, het is nog steeds zo. Ik heb er nog steeds helemaal niks aan gedaan. Ik moet er eigenlijk wel iets aan doen, vind ik. Om het wat gezelliger te maken en wat leuker te maken. In ieder geval om het een echte slaapkamer te maken. Hè? Ik ga altijd verkeerd. Ik denk dat ik die trap maar omdraai of gewoon een ladder doe of zo. Ik weet het nog niet. Ik vind hem eigenlijk best wel lastig zo. Maar misschien gewoon iets extra's. Ik heb nog geen idee, maar misschien hebben jullie een suggestie wat ik zou kunnen doen. En dan nemen we even de kortste weg. Och kijk, Derpy heeft een nieuw vriendinnetje. Oh, ze zitten zo close bij elkaar. Hier moet je kijken. De poes. De poes hebben nog steeds geen naam. Ik heb wel gevraagd dat de poes een naam kunnen krijgen. Want dat is wat makkelijker uitleggen als er wat is. Nou is het steeds van die rode, die ene witte en die ene zwarte. Ja, welke dan? Ja, kom maar kijken. En geef ze dan gelijk een naam. Ja, meneer heeft nog geen namen. Kijk. Nou, prachtig toch? Ja, prachtig. Ja. Het is een pompeuze ding, maar ik vind hem ook wel leuk. Eigenlijk. Maar ja, en ik heb een varkentje erbij. Kijk, daar komt heel aan. Echt, dieren zijn allemaal dol op mij. In het spel en in het echt ook hoor. Ja, maar ja, goed. Ik ben natuurlijk ook dol op dieren. En ze voelen het gewoon aan hoor, dat je ze niks doet. Ze voelen zich gewoon volkomen veilig. Nou, we gaan beginnen. Ik ga even mijn deurt zoeken. Die heb ik niet meer nodig natuurlijk. Die wil ik wel graag even in de buurt houden. Ik weet eigenlijk niet of je... Ja, wat... Dan moet... Ik ben nog wat vergeten. Ja, natuurlijk. Hey, hallo. Ik moet nog redstone lampen hebben. Slimmerik die ik ben. Nou, dat ga ik maar even regelen dan. Hé? Ja, dat ga ik maar even regelen. Waarom heb ik er nou 24 nodig? Nou, dat is redelijk simpel. Ik heb 24 palen uitgerekend. Hier. Die hier staan. En dan hoop ik dat ik het tenminste goed heb gedaan. En hier komt dus de lamp boven. Ja. Ik wil het gewoon even laten zien. Zo. Als je hier dan zo, zeg maar zo langs loopt. Je zag ook dat dit nog dicht was. Nou, dit blijft natuurlijk niet zo, want dit is natuurlijk de toegangsweg. Hè? Hier komt nog een verbreding zo, zodat een paard met een wagen er fatsoenlijk op kan rijden. En van daaruit er fatsoenlijk weer van af kan rijden. Dus, maar goed, je kan het gewoon zelf zien. Ik moet het allemaal nog doen. En... Er komt nog een heleboel bij kijken. Want hier moet dus een boerderij komen. Hier ergens. In deze buurt. En nou ja goed. Je ziet wel. Er is nog een hele hoop werk te doen. Voordat dit ook maar een beetje kan beginnen. Hè? Wel, moet het nog uitvlakken. Vlak maken. Dus het heeft op dit punt nog niet zo heel veel zin om deze weg zeg maar nu al aan te gaan leggen. Wat ik ook heb gedaan is verder gaan
met een hekwerk hier omheen zetten. Nou, dat kun je ook zien, daar ben ik nog lang niet mee klaar. Er moet nog een hele zooi gebeuren. Als je dit zo ziet. Huh? Er moet nog zoveel op. En er moet nog zoveel bij. En ja, dat krijg je gewoon. Als je te veel van hetzelfde werk doet, dan ben je het eigenlijk een beetje zat. Maar goed, ik moet nu lampen gaan maken. Zo, de eerste staat. En ik dacht van, nou, eens even kijken hoe dat eruit gaat zien zo. Ik dacht, ziet er goed netjes uit. Hè? Is ook niet al te ingewikkeld om te maken. Kijk hoor, deze heeft al 2. Zo. Dat dacht ik, dat ziet er netjes uit, niet? Dat is ook niet te ingewikkeld. Zo. Nou. Dat geeft lekker veel licht. Dat dacht ik ook. Nou, nou die. Ik hoop dat ik het goed heb uitgerekend. Dat het er 24 zijn. Ik vergis me nog alles met dit soort dingen. Maar goed. Oh. Deze zijn hoger. Zou best kunnen hoor, dat deze al. Ja, deze zijn blijkbaar 1 hoger. Maar goed. Misschien vind ik dat ook wel mooier. Heb ik nog niet besloten. Even kijken wat ik mooier ga vinden. Relatief makkelijk niet. Dat dacht ik ook. Dat is echt relatief makkelijk. Geeft lekker veel licht. Zal ik deze dan laag doen of hoog doen? Ja, dat is de vraag, hè. Zal ik ze laag doen of hoog doen? Ik ben eigenlijk wel geneigd om ze wat lager te doen, zodat je wat meer plezier van het licht hebt. Even kijken, het is namelijk ook niet belastend om langs te lopen. Dat zijn dan wel weer 2 hoog, die heb ik blijkbaar wel verhoogd. Deze blijkbaar niet. Even kijken bij, ik denk dat die allemaal 3 hoog zijn. Dat is natuurlijk vrij snel gezien. Het is even gewoon ter controle. Ik vind het trouwens wel grappig die boom boven het huis uitsteken. En deze zijn allemaal 3 hoog. Nee, die zijn gewoon 2 hoog volgens mij. Ja, 2 hoog. Dus eigenlijk is dat afdoende 2 hoog. Dus, ja. Koud op 2 hoog. Zo, ik heb het glas al op. Dat is erg snel, hè? Ja, dat is erg snel. Maar goed, ik kan deze in ieder geval overal nog gewoon opdoen. Dus dat scheelt natuurlijk alweer. En misschien hebben jullie ondertussen al geteld hoeveel ik er nodig heb. Ik meende dat het er 24 waren, maar het kan net zo goed meer zijn hoor. Dus, ach, weet je, dan ga ik wel weer kijken of ik dat erop kan krijgen. Nee, dat gaat niet, maar zo wel. En, maakt ook niet zo heel veel uit. We gaan weer verder. Ik heb in ieder geval genoeg van deze lampen. Wat? Het is toch licht? Wordt al zo weer donker. Zo'n dag gaat maar snel voorbij, hoor.
Echt, dat gaat super snel voorbij. Oh. Maar dit nou weer. Ja, hij moet blauw zijn. Dat is van de nacht. Ja, ik ben een beetje geconcentreerd bezig af en toe. Beginnen ze zo te branden als het goed is. Oh. Waarom die dat dan nou in één keer weer doet? In ieder geval, de volgende stap is natuurlijk glas halen, want er moet meer white stained glas komen. Dat lijkt me duidelijk. Oh, er was even een beetje vertraging in. Zo, nou. Oh. Ja, drie lampen. Klopt precies. Goed uitgerekend. Ik dacht even dat ik er nog vier in had zitten. Maar dat is niet zo. Mooi, hè? Dat het dan zo goed verlicht is dan. Deze nog. Een beetje beter bij zou staan. Dan zet ik hem neer voordat ik hem voordat ik spring. Zo. En dan is het done. Nou, je ziet gewoon dat dit veel meer licht uitspreidt dan. Waarom doen die het niet? Ik had hem toch aangezet? Of doet hij het wel? Nou goed, ik ga even op mijn plekje staan en dan sluit ik de episode af. Dan ga ik even kijken of alles ook blauw is. Dat in ieder geval wel, dat kan je al zien. Ja. Nou. Dat is blauw, dat is blauw, dat is blauw, 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 blauw. Nog een beetje verder. Ja, laat maar lekker staan. Dat is goed. Volgens mij heb ik ze allemaal blauw, behalve die daar. Die is niet blauw. Goed. Ga ik die nog doen? Hm? Ah. Zit ik vast, hé? Ik zit vast.
ik het vast. Even kijken. Ik zit vast. Dat is ook voor het eerst dat ik vast zit. Ja. Ja, eindelijk. He. Oh. Hè? Ik krijg nou wat. Ik zit nog steeds vast. Volgens mij. Oh, die niet. Volgens mij is hier gewoon iets raars aan de hand. Ik denk dat ik maar weer. Ik kom er niet eens in de buurt. Ik kom er niet eens in de buurt, hè. Kom aan. Ja, hè. Oh, dan vlieg ik weer omhoog. Glitch, glitch. Glitch, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Jeetje, dit is echt absurd, joh. Dit is echt absurd. Dit is zo raar, hè? Nou ja. Goed, ik ga even uitloggen. Ja. Blijkbaar. Dan ben ik er maar één kwijt. Dit is echt raar. Nou ja, goed. Ik moest er nog eentje aanzetten. Ik ga het liefst hier langs. Er was er nog eentje bij die niet brandde. En dat kun je nu goed zien, dat verschil. Dus ik kan dat goed zien, dat verschil. Want ik dacht even van, ze branden niet. Ja, en nu branden ze wel. Dus, nou goed. Zo gaat het er voorlopig even uitzien. Met een rare glitch. Ja, goed. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dan gaan we zand halen. En we doen vast nog wel meer. Dag!